Als je op verschillende squallen uit Noord-Burgum, uit Reitsum en uit Oudebeeld ziel die met 20 oren squallen meidogen om de Freds squallenbattle. Maar willen als je willen, ze willen zeker winnen. Deze man neemt haar zelfs Freds. Het binnen Frederik Simon Hospes, Johannes Hospes en Patrick de Vries. Maar wij binnen muziek- en theaterbedrijf, wij gaan langs school, kom op school en door een voorstelling met band en vooral heel actief met band. Dat vinden wij heel erg leuk om te doen. En daar ben ik. Dus dat doen wij. Ze reist je squallenbedel in verband met de bennenboekenlijke. Die geeft het hier over sport. Maar de klassen doggen ze wedstrijdjes. En de klassen die dat het beste doggen, komen in het Freds kinderboek of records. De eerste squallen is CBS Emmanuel in Noordburg. Wij gaan hier even in jouw groep deel. We zien met een netjes stapelmaatje. En ze heeft mogelijk. Zullen we dat even oefenen? Geef maar in een rijsteen op deze lijn. Binnen fjouwe wedstrijdjes. Eén daarvan is boeksteen. Wat is het? Ja. Hij wil steen. Oké, dan geef ik meer terug. En hoe heeg is de stapelboeken van een Noordburger misbund? 63! Ja! Van Noordburgen ging Fredsman naar de Vlierterpen in Reitsen. Daar had ze de wedstrijdjes binnen van, want het ruint intussen. 5, 4, 3, 2, 1, start! Ja! Kom op! Zet hem op! Snel! Hey, kom op! Go! Heren! Hij moet net omvallen. Stop! 3, 2, 1, stop! Hier! Stier, op 1 meter 3 zegt. De ben van de Vlierterpen zwaaien Freds enthousiast uit als hij weer verder gaat. Op naar de korenaar in Oudebeeld Ziel. Daar willen ze zo graag winnen dat ze oefenen gaan. We gingen met onze eigen boeken in de boekenkast. En die gingen we helemaal leeg halen en hadden we allemaal boeken bij elkaar. En toen hadden we niet dat opstapeld. Ja, we moesten wel een teugel houden. Want hij had het verkeerd opstapeld, dus toen ging hij helemaal skank. Dus ze hadden het geluk dat er wel bleef staan. Kom op, hij kan het. Hoe je weet wat de zorg dan op bnb.nl. Hey, doe je dat nou? Houd al, Freds! Die had het werken, maar ze had er al eens weten.